Het is wat, hè, zo'n nieuwe waarnemend burgemeester. Nou, het is echt wel een beetje spannend. Van wie gaan we krijgen? Ja, en nu is die naam er. En? Nou, ik moet zeggen dat ik heel blij ben met de keuze van de commissaris van de Koning. Rick, hoe heet hij eigenlijk? Peter den Oudste. Blij? Opgelucht dat iemand gevonden is? Nou, zij altijd blij dat Peter den Oudste, een ervaren burgemeester, ook zijn kennis en ervaring wil inzetten voor de stad Utrecht het komende half jaar. Voor ons nog een onbekende naam, voor jullie niet, hè? Nee, zeker. Het is een bekende man uit de Partij van de Arbeid ook natuurlijk. Het is ook niet zomaar iemand die vertrekt. Jan van Zanen. Ja, we hebben hem zoveel gezien, hè? Ja, zeker. Ja, en wie kan Jan daadwerkelijk vervangen? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar nee, we zijn heel erg blij inderdaad en hebben ook vertrouwen. Goede eerste indruk. Hoe belangrijk is nou zo'n waarnemend burgemeester? Nou, ik denk in deze tijd heel belangrijk. We hebben natuurlijk coronacrisis en dan is het heel belangrijk dat er iemand is die veel ervaring heeft. En er komen hoge, waarschijnlijk bezuinigingen op ons af. Veel discussies ook over de financiën van de stad zelf. En dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk continuïteit. En met het vertrek van Jan van Zanen wil je dus ook iemand hebben die ervaren is, die de klus aan kan en die eigenlijk zonder probleem kan instappen. Ja, en dan begint natuurlijk ook weer de zoektocht naar een echte vaste burgemeester. Ja, misschien wel aardig om te vertellen dat wij verwachten dat we morgen als gemeenteraad aan de stad gaan vragen om mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester. Dus we zijn echt benieuwd van hoe denken mensen daarover, wat verwachten ze van de nieuwe burgemeester. Dus vanaf morgen kan het en laat het ons weten.